Wat is dat nou precies voor een schilderij wat u daar heeft? Leuk, hè? Dat is mooi. Nou, ja. Die hing jarenlang in Padje. Nou, hij kent iedereen, hoor. Padje. Dat weet iedereen. Dat is het cafeetje aan het Oosterdiep. Nou, daar kwam ik vroeger altijd graag. Ik kwam nu even ophangen. Mag dat? Uiteraard. Ja? Ga gerust even nu gaan. Nou, dat... Ik denk als de Vietnamers dit zien, dat ze zeggen... Oh, ja. Oh, oh. Oh, jee. Het is maar goed dat mijn vriend niet thuis is. Zo. Die hangt. Kwam u daar vaak in het Padje? Ja, kwam ik heel veel, ja. Hotte van Keun, dat was een heel was een leuk café. He, daar had je nou, eigenlijk alles kon. He? Maar ja, mijn geaardheid, dat kon natuurlijk niet. Dat vonden ze niet zo. In de jaren 60 was dat een probleem? Dat was echt een probleem in de jaren 60. Maar ik heb er wel van genoten, hoor. Maar... Wat was dat voor een tijd? Hoe heeft u dat zelf ervaren? Het was een hele wilde tijd. Eigenlijk alles kon. He, dan ging ik met jongens en meisjes wel mee. Ik kon er niet vooruit komen. En dan, als het dan donker was en ze hadden goed latten zat, dan probeer ik er wel even, hoor. Het is wel eens gelukt. Daar ben ik heel blij mee. Ja. Dat was echt in de jaren 60 dat het allemaal ging veranderen. Dat mensen wat vrijer werden, ja, in hun eigen seksualiteit. Ja, dat was prachtig. Maar je kon het toch nog niet helemaal zeggen, ronduit. He, nu is dat ook alweer een probleem. He? Maar toen, nee, dat kon echt niet. Ik heb ook heel veel moeite gehad met mijn ouders en zo. Maar nu is het allemaal voorbij. Maar ja, nu heb je weer iets anders. Hè? Laten we het er maar niet over hebben. Lijkt me niet leuk. Nee. Dat is geen mooi onderwerp. Maar de jaren 60 hebben een belangrijke rol gespeeld in het veranderen van de hele maatschappij, vindt u? Dat vind ik wel, ja. De vrouwen zijn ook veel mondiger geworden. Hè? Anders was ik waarschijnlijk geïnterviewd door een man. Hè? Ik neem aan dat u een vrouw bent. Je weet tegenwoordig ook niet meer. Ik heb zelf ook nog even geprobeerd, hoor, om een vrouw te worden. Maar nou ja, dat is ook een afgesloten hoofdstuk. Maar de emancipatie, dat is fantastisch. Heeft een vogelvlucht, hè? Ja, mijn vriend zegt, jammer dat ze niet doorgevlogen zijn. Maar, ja, ik vind, het was allemaal zo losjes werd het. Hè? En dat is toch een voordeel. Kijk, de vrouwen die deden maar waar ze zin in hadden. Ik had er niks aan. Hè? Vanwege mijn, wat ik al gezegd heb. Maar mooi. Goede ontwikkeling geweest, ja hoor. Denkt u wel eens met weemoed terug aan de jaren 60? Ja, daar denk ik wel zo aan terug, ja. Want nu is het allemaal weer anders geworden. Hè? Ik bedoel, nu zijn ze allemaal weer terug naar de jaren 50, zeg ik wel eens. Hè? Allemaal weer stijf en het moet weer allemaal... je kent al die merken wel, dat moest toen. Hè? In de jaren 50 en nu ook weer. Hè? En kinderen die dat dan niet hebben, die worden dan minderwaardig nagekeken. Hè? Die noemen ze zebra's. Zo is het nu. Mm-hmm. Naar welke muziek, want u heeft een heleboel, zie ik. Naar welke muziek in de jaren 60 luistert u nou bij voorkeur? Nou, eigenlijk alles. Maar ik heb wel mee voor Pink Floyd. Pink Floyd, hè? Oh ja, daar ben ik helemaal lyrisch van. Ik ben ook twee keer geweest, Pink Floyd. Ik heb zelfs een handtekening van Roger Waters. Ken je die? Ja. Roger? Pracht, man. En ik draai wel klassiek, hoor. Maar bijvoorbeeld Emerson, Lake & Palmer. Hè? Crosby, Stills, Nash & Young. Ja, dat zijn toch... kwam iets later. Maar dat zijn toch echt de geluiden van de jaren 60. Ja, hoor. Zo'n 60's festival, hè? Zo aanstaand weekend nou in Veendam op stapel staat. Gaat u daar nou ook naartoe? Omdat u toch wel heel erg veel van die muziek houdt? Nee, daar ga ik dan weer niet naartoe. Hè? Maar ik ben nu wel blij dat het op de tv komt. U gaat thuis kijken? Ik ga thuis kijken, ja. Wij waren ook wat laat. De kaarten waren gelijk verkocht. Hè? Succesvol. Dat wel. Maar dat hoeft niet voor mij. Ik ben toch ook een beetje bang in dat ik aangesproken word. Men weet wel, een paar weten wel hoe ik nu ben. Hè? Dus liever thuis. Goed. Voor de buis. Oké, veel plezier. Bedankt. Dank u wel, hoor.